Hallo allemaal, leuk dat jullie vandaag gaan kijken. En vandaag is weer, eindelijk weer eens een nieuwe survival episode. En het is alweer gewoon een maand geleden dat ik dat heb gedaan. Ik weet het, ik moet echt vaker survival gaan doen. Maar ja, het kost best veel tijd altijd om een survival te uploaden en zo, en een idee te hebben. Maar ik, ga vandaag naar de Stronghold toe. Dus dat is de plek waar je naar de End kan gaan. Ik ga nog niet naar de End, want ik heb niet genoeg Blaze Rods. Ik heb wel genoeg Ender Pearls volgens mij, maar niet genoeg Blaze Rods. Dus dat is ook een beetje uitzonderlijk. Meestal is het juist andersom. En vandaag is het ook een wat kortere aflevering. Natuurlijk komt het even daarboven. Want ja, ik heb niet zoveel tijd en de video is ook al een paar dagen later. Dus ik denk, ik kan of gewoon geen video maken of eventjes een wat kortere aflevering, een mini-episode. Dus dan doe ik dat gewoon lekker. Ik had... toen ik eigenlijk de wereld uitkoos, de seed, toen had ik al gezien eigenlijk waar de stronghold zit, dus ik ga er gewoon zo naartoe. Je kan het misschien cheaten vinden, ik vind het wel niet, maar dat, daar kun je altijd wel over blijven discussiëren, maar als ik echt wil cheaten, dan kan ik ook gewoon mezelf in creative zetten en een paar stacks diamonds pakken, dus dat doe ik ook niet. Volgens mij is het niet zo heel ver meer. Kijk, daar is een eiland. Moet hier ergens een eiland zijn, er is dan onder. Ja, kijk, hier is het. Als dit tenminste een eiland is, dan is dit het. En dan moet het hieronder ergens, is dan de stronghold. Ja, dit is waarschijnlijk trouwens ook een van de laatste keer dat ik nog weer zo een boot vaar. Want in 1.9 zijn de boots helemaal geüpdate. Nee, de boot. Ik wacht wel van mijn boot houden voor de terugweg, dat is wel zo handig. Oh yes, ik heb hem. Dat is zo hatelijk dat je boot in een andere bodem zinkt. Ja. Een heleboel gedoe altijd in ieder geval. Oké, staat hij op easy of zo? Oh, ik zie het al. Hij staat op 8 chunks. Als je op 8 chunks staat, spawnen er om een van de reden veel minder mobs. In multiplayer is dat niet zo, maar singleplayer dan spawnen er veel minder mobs als je de render disks op 8 chunks zet. Kan ooit iets misschien zijn dat je kan gebruiken. Haha. Ik zit even te zoeken of er ergens een cave is of zo. Want een cave is altijd makkelijker om naar beneden te komen. Maar als die er niet is, dan gaan we lekker naar beneden graven. Dan maken we gewoon even een ladder naar beneden. Nou, het ziet er niet naar uit. Dus dan gaan we gewoon... hier zal een gat naar beneden graven. En dan kijken of we zelf wel of het kunnen vinden. Even een ladder maken. Even kijken hoor. Doen we zo. Dan komen we mooi uit. Ah, klik ik er weer naast. 24 ladders zijn niet genoeg. Zo, dan komen we als het goed wel ook weer mooi uit. Hiermee moet het wel te doen zijn, denk ik. Dus dan gaan we gewoon vrolijk naar beneden graven. Nooit recht naar beneden graven. Maar op deze manier zit je eigenlijk altijd wel veilig. Tenzij er ergens in de zijkant lava zit. Maar over het algemeen kan je nog wel op tijd wegkomen. Ook in de gaten houden dat ik niet te diep ga. Dat ik nog wel omhoog kan komen met mijn cobblestone. Ik bedoel met mijn ladders, niet met een cobblestone. Even dat gat opvullen. Zo. En dan later, ik ben ook van plan in 1.9 pas naar de End te gaan. Omdat er een hele End update is en dan is de Dragonfight heel veranderd en zo. Dus dat is al best wel cool, dus ik wil eigenlijk in 1.9 pas echt de End in gaan. En voor die tijd kan ik misschien nog een beetje de portal de cool uit laten zien en zo. Maar... ik weet trouwens ook nog niet of er morgen een video is en of die op tijd is. Omdat, ja, ik heb morgen ook een Duits proefwerk en daar moet ik vandaag nog heel veel voor leren eigenlijk. Dus eigenlijk is het niet een heel goed idee dat ik nu dit zit te doen, maar als ik de aflevering niet te lang maak, moet ik dat wel redden. Welke hoogte zit ik nu? 32.
Oké, ik kan als het goed is tot een hoogte van 16 of zo kan ik doormijnen voordat ik zonder ladders kom te zitten. En dan moeten we gewoon goed luisteren of we mobs horen of zo. Want als je mobs hoort, dan kan je wel naar de mobs toe graven, zeg maar. En dan vind je meestal wel caves en de stronghold ook gelijk. Gaan we nog wat vinden of. Wacht, ik maak het heel iets minder diep. En dan ga ik van de boven even wat extra ladders halen. Heb ik hiervoor genoeg ladders, is de vraag. Dan zou het echt super irritant zijn als je dan net één ladder tekort komt of zo. Oh, ik heb zelfs twee over. Dat valt al mee. Ik hoop wel dat ik het echt goed gezien heb eigenlijk. Dat ik niet zo gewoon ergens zit te graven waar de Stronghold helemaal niet is of zo. Het zou een beetje onhandig zijn om het licht uit te drukken. Oeh, dat ging bijna mis. Was trouwens wel goed dat ik die drie. Oh nee, laat maar. Laat maar. Mijn fout. Loopt nog helemaal niks. Ik denk dat het beste is om rond een hoogte of 20 of zo een beetje gang te gaan graven. Gewoon kijken of we het kunnen vinden. Helemaal geen zin in. Gravel. Oké, als we het geluid nu misschien gewoon even wat harder zetten. Nee, ik hoor geen mobs. Ik hoor volgens mij wel lava in de buurt, maar. Tenminste. Nee, ik hoor niks. Nog meer gravel. Oh, dit is iets. Oké, hier vandaan moeten we het waarschijnlijk wel kunnen vinden. Wow, eng geluidje. Ja, echt eng is het niet, maar. Volgens mij heet dat geluid wel officieel Scary Sound. Of zelfs Cave Sound, ik weet niet meer. Maakt voor de rest niet zoveel uit. Oké, ik zie daar beneden licht, dus ik ga eerst weer die kant op. Dit ziet er gewoon uit als wat lava. Zit daar wat redstone, ik weet het, maar ik ben eigenlijk te lui om er naartoe te gaan. Want ik heb nog wel genoeg redstone en ik ga toch binnenkort ook een witch farm maken. Hier zo. Oh, wel diamonds. Ik zit te twijfelen of ik nu die diamonds mee zou nemen, want met een fortune pickaxe krijg ik er veel meer diamonds voor. Ligt eraan hoeveel er zijn. Ik zal even kijken hoeveel er zijn. En als er echt nog meer zijn dan twee, dan ga ik. Dan laat ik ze zitten en schrijf ik gewoon de coördinaten op. Maar het ziet er niet naar uit, dus ik ga ze gewoon minen. En is het wel jammer dat ik geen fortune kon gebruiken, maar dat is dan eenmaal zo. Wacht, hier kom ik net vandaan. Ik moest hierboven zijn. Ik ga heel even zoeken of ik wat kan vinden, dan ben ik zo weer terug. Oké. Volgens mij hoor ik net een skeleton hier zo, want die andere cave liep heel dood. Dus ik ben nog wat andere gangen gaan graven. En ik hoor hier een skeleton, volgens mij aan die kant. Ja, het geluid wordt volgens mij harder.
Ja, nog harder. Oké. Oh, creeper. Oké. Hopelijk zit hier dan wel echt een stronghold. Anders zou het een beetje een rare episode zijn dit ook. Als ik naar de end ga zonder dat... Ik bedoel, dat ik naar de stronghold ga zonder dat ik de stronghold kan vinden. Ik kan nog wel heel veel blijven zoeken, maar daarna is wel echt een tijd om... Kijk hoor. Ah, ik heb nog wel heel veel tijd. Ik neem ondertussen wel wat iron mee, want mijn iron begon wel op te raken. En ik ga binnenkort wel een iron farm maken, maar dat gaat nog lang genoeg duren dat ik nog wel wat iron nodig heb, denk ik. En hier ligt het toch voor het oprapen, dus. Ik vind het zo leuk om lapis te mijnen, dat je er zoveel van krijgt altijd. Deze kant ergens dan. Ook niet. Zo te zien. Bizar dat ik hem niet kan vinden, joh. Ja, mijn tijd begint nu wel echt op te raken eigenlijk. En als ik nog weer een andere cave moet zoeken, dan duurt het nog alleen maar langer. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk gewoon de comments lezen. Want dat doe ik iedere aflevering natuurlijk. Dus Kelt is al meegenomen. Ik begin met comment 1. Ik had trouwens op de vorige aflevering echt heel veel comments. Omdat ik had gezegd van nou mensen die nieuw zijn bij mijn kanaal, laat je ook eens horen. Want jullie hoor ik nooit. En jullie lieten al wat van jullie horen. Vond ik wel leuk om te horen dus. Nog steeds, als je gewoon een comment wil achterlaten, doe dat lekker. Het is gezellig altijd in de comments. En misschien kom je wel in de volgende aflevering, zoals deze mensen nu. De eerste reactie is van, even kijken voor wie was die? Van Ruben en van Vessem. En je stuurt, hoi Sander, ik heb een leuk idee voor het eindscherm. Want ik vroeg, hebben jullie nog een idee voor het eindscherm? Zet al tekst neer over je kanaal. En gewoon een leuk lied jezelf. Een leuk en gewoon een leuk lied. Gewoon een leuk liedje. Zelf vond ik de timelapse te lang. Je kan beter een stukje timelapse doen en dan gewoon skippen. Ik trapte in de grap, maar ik moest lachen, moest het zijn. Dat heb ik verkeerd overgetypt, sorry. Omdat hij zo flauw was. Lol, je video's worden steeds leuker met die stukjes editen. Ga zo door. Groetjes Ruben. En die comment was van Ruben van Vessem. Ja, in de vorige aflevering wat ik had gedaan was... ik had ergens... ik was natuurlijk de hele tijd in de end. Ik doe in de nether. En wat ik dan had gedaan... Was... ik had zeg maar gedaan alsof ik nog in de nether was. Maar ik was al in de overworld. Het was heel flauw in ieder geval. Dat is wel aan de ene kant ook heel grappig. Maar het was echt heel flauw. En wat ik ook had gevraagd, kan ik een timelapse of die te lang was. En ik hoorde van heel veel mensen dat die inderdaad iets te lang was. Dus ik ga voort een timelapse eens korter maken. Om te zoeken gewoon nog vrolijk verder naar een cave. En dan de tweede aflevering was van Joyce van Leeuwen. En het was, timelapse was een beetje lang, maar weer een leuke video. Nou, dank je. Timelapse was lang, weet ik al, van die andere. Ik wil best wel eens die nieuwe games zien op je kanaal. Want ik had erover dat ik Counter-Strike wilde gaan spelen op mijn kanaal. En dat ik er heel slecht in was. Dat je slecht bent maakt niet uit. Zo is iedereen toch ooit begonnen. Dat is zeker waar. Ik begin trouwens ondertussen ook al wel beter te worden. En ik heb al een video ervan gedaan. Afgelopen woensdag. En als er morgen een video komt, dan is het waarschijnlijk ook Counter-Strike. Dus ja, dat is iets waar jullie naar uit kunnen kijken. Of juist niet natuurlijk. Oh, hier is nog meer cave. Dus ja, jij ook bedankt voor je comment. En de laatste comment was een comment waarvan ik volgens mij nog nooit eerder comments had gezien.
Weet ik niet zeker. En dat was, ik zou persoonlijk iets meer progress maken offscreen. Aangezien mij jouw wereld aan Dokkem 77, Dokkem 77, zijn wereld doet denken. Maar dat is mijn mening. En ik zou betere tools maken. Zo kan je snelle projecten afmaken. Van Jelle de King. Ja, ik weet, het is wel handig als ik meer progress offscreen maak, maar ik heb ook niet al te veel tijd. En dat je dat wilt, je veel denken aan DocM, dat kan best wel kloppen, want ik kijk zelf ook best vaak DocM. Ik vind ik heb eigenlijk best wel dezelfde speelstijl als hem. Dus eigenlijk zoveel mogelijk automatiseren en zo. En dat is ook wat ik leuk vind aan de game, dat je dat kan doen. Wat ook de game leuk houdt. En betere tools ben ik al mee bezig. Kijk, ik heb zoals nu ook een diamond pickaxe. Maar ik ga echt met tools bezig als ik echt meer met villager trading ga doen. Want ik heb geen zin om een heleboel diamonds en zo uit te geven aan tools. Ook al heb ik er volgens mij gewoon genoeg, maar... ja, alsnog geef ik niet al te graag veel aan uit. En voor nu werk ik gewoon nog veel met iron tools. En maar zodra ik met villagers beter kan trainen, dan komen de betere tools echt wel. Want ik kan heel makkelijk XP krijgen natuurlijk. En 1.8, ik bedoel in 1.9 komen het alleen maar nog betere enchants. Dus zal het alleen maar nog beter worden. En dus dat is ook iets om naar uit te kijken. En dan ga ik hier de video beëindigen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten als je de video leuk vond. Wat trouwens echt opvallend is, ik heb het zelf ook altijd, ik vergeet het gewoon om likes achter te laten. En ook al zegt iemand, vergeet niet een like achter te laten, maar het wordt gewoon zo standaard dat mensen alsnog gewoon vergeten. Dus als je de video echt leuk vond, alleen als je hem leuk vond, laat dan eventjes een duimpje omhoog achter. Dan daar word ik blij van, want krijg ik meer views en ja, dat is altijd leuk toch? En vergeet ook niet een reactie achter te laten, zoals die andere mensen hadden gedaan, deze mensen. En nog veel meer in de vorige aflevering. En dan moet je natuurlijk ook nog even abonneren als je dat niet gedaan hebt. Want ik zat laatst door de statistieken te kijken. En ik zag dat heel veel kijkers niet geabonneerd zijn. Wat best opvallend is, maar... Als je dus nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eventjes lekker. Want dan krijg je iedere week twee keer een video van mij. Op zondag een Minecraft video en op woensdag een niet Minecraft video. Zo simpel werkt het. En nou ja, niet iedere week op zondag en woensdag, want soms ben ik gewoon heel laat zoals vandaag. Maar dat maakt niet uit. Dus doei!